Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Alblas. Van harte welkom bij deze uitzending van het Dagelijks Woord van de Hervormde Gemeente Katwijk. We lezen in deze dagen verder na de kerstgeschiedenis. De geboorte van Jezus Christus is verteld. Daarna gaan Jozef en Maria samen met hun kindje naar de tempel in Jeruzalem. En daar ontmoeten zij Simeon. Voor vandaag staat op het rooster Lucas 2, vers 34 tot en met 37. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder, zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God nacht en dag diende. Dit gedeelte begint over Simeon. Simeon zegende hen. Het woord zegenen betekent letterlijk goede dingen zeggen. Maar het gaat niet alleen om zeggen, om woorden. Vanuit de Hebreeuwse achtergrond zeker moeten we aangeven dat zeggen hetzelfde is als doen. Dabar, woord en daad, dat is één. Zegenen is goede dingen zeggen, maar ook goede dingen doen. Zegenen is iets doorgeven, positieve kracht doorgeven. Zegenen is, in de Bijbelse taal, ook de Heilige Geest doorgeven. Mensen de kracht van de Heilige Geest geven. Daarom ook het gebaar van de handoplegging, een gebaar wat altijd iets zichtbaar maakt van dat doorgeven van de Heilige Geest. Zegenen. Simeon zegende hen. Wat is het mooi wanneer je als ouders met je kind in de tempel komt en daar de zegen mag ontvangen. Maar het is toch wel een beetje vreemd hier. Gaat het hier nou echt om goede woorden en om goede dingen, om een positieve kracht, om bemoediging? Het kind is bestemd tot val. Er zal een zwaard door uw ziel gaan. Zijn die woorden nou een zegen? Laten we maar iets beter kijken. Uiteindelijk gaat het erom dat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Dat kindje daar in de armen van Maria zal uiteindelijk doordringen tot in de harten van mensen. En dat betekent dat dan alle menselijke schijn zal verdwijnen. Door Jezus zal duidelijk worden wat mensen echt denken, echt geloven, waar ze echt voor gaan en waar ze niet voor gaan. Heilig of schijnheilig, dat komt openbaar. Het kan niet verborgen blijven. Is dat een zegen? Jazeker. Ook al betekent het dat mensen zullen vallen. Maar dat is een thema wat in de adventsliederen al klonk, wat door heel de Bijbel heen zichtbaar wordt, wat ook in de woorden van Johannes de Doper en van Jezus later duidelijk wordt. Mensen zullen vallen over Jezus. Wie? Hoogmoedigen worden van de troon gestoten. Rijken worden leeg weggezonden. Mensen die denken zonder God te kunnen leven, omdat ze zelf machtig zijn, omdat ze zelf sterk zijn, omdat ze zelf alles kopen kunnen. Mensen die overtuigd zijn van hun eigen kracht, die gaan onderuit. De machtigen van deze aarde worden uiteindelijk zo klein dat ze niets meer te vertellen hebben. Ze gaan af, ze vallen weg. Dat geldt voor wereldleiders, ook voor kerkelijke leiders. In de tijd van de Heer Jezus wilden de Joodse leiders niets hebben van Jezus. Zij hebben hem weggegooid als een steen die nergens voor diende. Weggegooid. Kruisig hem.
En daar komt dat zwaard door de ziel van Maria. Wat zal het pijn doen? Zoveel pijn dat het niet te omschrijven is. Het beeld van een zwaard door de ziel is heel scherp. En we kunnen ons dat allemaal voorstellen. Een moeder die haar zoon ziet sterven. Een zwaard door de ziel. Vreselijke pijn. Is het een zegen? Jawel. Mensen vallen. Mensen struikelen over Jezus. Die spotters, die haters, die mensen die denken dat ze Jezus weg kunnen doen, aan het kruis kunnen timmeren, niet nodig hebben. Die mensen waar je dan soms bang voor bent, zodat je met gesloten deuren gaat zitten. Die mensen zullen vallen, ze verdwijnen. Want God zelf maakt van die weggegooide steen een hoeksteen. Ook Petrus zegt dat in een van zijn brieven. Daarom staat er in de schrift: zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En dan zegt hij daarbij: voor de ongehoorzame geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok. Ongehoorzame struikelen, vallen. De grootste en de machtigste mensen op deze aarde, die gaan onderuit. Niemand zal blijven staan van hen die zich verzetten tegen God en tegen Jezus. Het is een kritische boodschap. Een boodschap die ook ons dwingt om in alle eerlijkheid ons hart voor God open te leggen. Wie zijn wij? Zijn wij mensen die denken het zelf wel te kunnen? Die denken vanuit onze eigen, misschien wel goede daden, uiteindelijk ook wel het eeuwig leven te kunnen verdienen? Zijn wij mensen die ook ten aanzien van onze eigen gezondheid denken het allemaal zelf in de hand te hebben? Zijn wij mensen die God vergeten, die God aan de kant schuiven, die God tegenwerken, soms maar heel klein, onopvallend, soms aan de buitenkant nog zo mooi, ziet het er allemaal wel goed uit? En toch schijn, wie zijn wij? Schijnheilig? Dan zullen we vallen. Maar, zoals heeft Peretus, wie in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Want ja, dat kind is niet alleen tot een val, maar ook tot een opstanding. Er wordt opgericht, God tilt overeind, God trekt weer omhoog, God maakt heilig. Onze overleggingen, ach, wat blijven we soms ook wel zoekers en twijfelaars, dan willen we wel, maar kunnen we niet of durven we niet. Maar God ziet het hart, God kent onze overleggingen. En als daar iets in is van, ik weet dat ik Jezus nodig heb, dan mogen we beleven dat Jezus voor ons een rots is, een vaste rots van ons behoud. Want hij geeft alles, ook als wij niets hebben, juist als wij niets hebben. Wie in hem gelooft, ontvangt kracht, wordt opgericht, ontvangt gezondheid, leven, eeuwig leven. Hij is de goede herder, hij schraagt me als ik wankel, hij draagt me als ik viel. Deze Jezus getuigt van de liefde van God voor ons mens, zondaarsliefde, o zeker. Maar zondaars worden opgericht, mogen opstaan, mogen weten dat uiteindelijk door de dood heen er eeuwig zalig leven is. Simeon zegende hen. Ja, het zijn toch positieve woorden, goede woorden. Woorden die kracht geven. Wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden, maar wordt door hem opgericht. Ook als je hier in het aardse leven bent gevallen, als je verdriet hebt, als je soms niet meer weet hoe het verder moet, als je de fout inging. Wie in hem gelooft, wordt door hem opgericht. Dan mag je opstaan in een nieuw en eeuwig leven. Laten wij samen bidden.
Wij danken u, Heere God, dat u ons steeds weer bepaalt bij die hoeksteen die u hebt gegeven, bij de vaste rots van ons behoud. Ook in deze woorden van Simeon, zo gesproken aan het begin van het leven van de Heer Jezus. Woorden die wel stilzetten ook bij de ernst van het evangelie. Vallen, maar ook opstaan. Wij danken u, Heere God, dat we mogen weten van uw liefde voor zondige mensen. Dat u diegenen die niet in eigen kracht verder kunnen opricht, kracht geeft. En zo schuilen wij bij u, Heere God. Wij kunnen niet zonder u. Vergeef ons al onze zonden. Sterk ons als het voor ons moeilijk is. Als we verdrietig zijn, als we ziek zijn, als we ons zorgen maken. Er kan zoveel zijn wat het leven moeilijk maakt, zodat het lijkt alsof we geen stap meer kunnen zetten. Maar richt ons steeds weer op. Vul ons met uw kracht, met uw Heilige Geest. Zegen ons, Heere. Uit genade zegen ons. En stel ons tot een zegen, ook voor mensen in onze omgeving. Dat we goede woorden mogen spreken. Dat we tot zegen mogen zijn, ook voor anderen die het moeilijk hebben. Dat we mogen getuigen van wie u bent. Dat wie op u vertrouwt nooit beschaamd wordt. Bemoedig en versterk ons in dat geloof, Heere God. Maak ons zo tot een licht voor anderen. Hoor ons gebed. Uit genade alleen. Amen.